Justin, wat was dit? Wat was dit? Ja, zit gewoon als je hier het laat gebeuren en niet scherp bent, dan kun je tegen zo'n wedstrijd aanlopen. En ik denk hoe wij beginnen, dat kan gewoon hier niet. Ja, we weten dat dit gewoon een hele lastige uitwedstrijd is. Het publiek gaat erachter staan en vanaf minuut 1 geven ze gas. We waren op voorbereid, maar je kon dat niet zien in het veld. We kwamen op alle fronten tekort en dan sta je heel snel met 2-0 achter. Ja, alle fronten tekort. Dan noem je dekken, duelleren, in balbezit, geen mensen vinden, niet vrijlopen. Is dat wat je bedoelt? Ja, ik denk in eerste instantie 2 tegendoelpunten weer uit standaard situaties in de eerste helft. Ja, dat is toch een terugkerend probleem bij ons. En dat soort goals, dat is gewoon organisatie. Dat is gewoon je verantwoordelijkheid pakken. En dat doen we niet. En dat is gewoon heel kwalijk. En in de tweede helft denk ik dat je tot aan de 3-0 probeerden we. En gingen we 1-1 spelen. Ja, jullie kwamen goed de kleedkamer uit. Ja, en dan wacht je op de 2-1. En ja, dan krijgen we weer toch een makkelijke 3-0 tegen. Dan is het over je. Ja, jullie waren eigenlijk op weg naar de 2-1 met Sanko. Ben je boos op hem? Nee, ik ben niet boos op hem. Ik bedoel, wij hebben als heel team vandaag... Ja, ik weet, ik heb hem nog in mijn hoofd. Hij kan hem meegeven aan Brian, hij maakt deze keuze. Ja, achteraf gezien is dat niet de juiste keuze, dat weet hij zelf ook. Hij moet die bal spelen. Maar ik denk dat iedereen in het veld vandaag heel veel dingen fout heeft gedaan. En iedereen kan vandaag in de spiegel kijken en heeft gewoon niet goed gedaan vandaag. Heel duidelijk, dankjewel. Absoluut.